Je bent weer terug in de basis, na die schorsing, en gelijk een lekkere pot. Ja, 3 punten, tegen de tweede plaats, een lekkere pot. Ik denk dat het niet met heel mooi voetbal, ik denk dat het niet een hele leuke wedstrijd was om naar te kijken. Misschien qua spanning wel, maar qua voetbal wat minder. Maar de 3 punten zijn belangrijk. Je speelde met Wilmer op het middenveld. Had jij het idee dat jullie dat middenveld in bezit hadden deze wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we vanuit achteruit niet het voetbal toekwamen, maar dat we wel veel tweede ballen wonnen. Ja, dat we de strijd aangingen. Dus ik denk dat wel, de macht op het middenveld hadden. Zeker. Hebben jullie de hele wedstrijd het idee gehad dat jullie dit Eindhoven kunnen pakken? Ja, zeker. Ik was niet zo onder de indruk van Eindhoven. En als we hier thuis spelen, lijkt het alsof we iedereen kunnen verslaan. Ja, want dat is het verschil, hè? Die thuis- en die uitwedstrijden. Jij hebt ook langs de kant niet naar uitwedstrijden kunnen kijken. Kun je het aanzien, die uitwedstrijden? Nee, het is moeilijk, maar je praat er de hele week over. Je hoort het. Het gaat alleen maar voor de thuis- en uitwedstrijden. Ja. We moeten gewoon hard werken ook uit. En het is moeilijk om verklaring voor te geven. En ik denk dat we dan dat er alles over gezegd is. Want met die knappe thuiswedstrijden doe je gewoon met de bovenste plaatsen mee. Je zit gewoon bij de linkerrijd. Ja, zeker. En dat wat we thuis nu brengen, zo'n avond met strijd en passie, dat als we dat uit kunnen brengen, dan zie ik ons gewoon zeker bovenin eindigen. Zeker de play-off halen. Volgende week AGLVV, dat presteert dan niet zo heel erg goed. Dat zou natuurlijk een aardig begin zijn in die uitwedstrijdenreeks. Ja, zeker. Ik denk dat we volgende week daar mee moeten beginnen. En we zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ja, laten we samen in die hoek zitten. Nu is dat genieten? Ja, zeker. Ik ga voor feesten. Feesten.